Dit is toch typisch ons werk. Boeren en trekkers, landbouw, loonbedrijf. Ja, dat maakt ons verder, denk ik. Ja, we staan in ons verder, aan de Hoofdweg, denk ik. Ik weet niet hoe die wegen heet, maar in ieder geval de Hoofdweg heet die. En ja, leuk weetje over ons verder vind ik eigenlijk wel waar ons verder vandaan komt, de naam. Weet je dat? Ik heb eigenlijk geen idee. Ik heb gewoon een idee. Nee, dat is gewoon een idee. Nee. Nou, ik heb het hem opgeschreven, want ik wil natuurlijk wel vertellen. Dat komt eigenlijk van Oenes Widdo. Oenes start voor Onno en Widdo start voor Wolde. Nou, dan is het natuurlijk Onno's Wolde. En dat is eigenlijk, later is dat in ons werden worden. Zo was het gewoon apart, hoor. En kijken of de mensen uit deze hitte, want het is de laatste hittegolfdag volgens mij die we voor ons hebben. Als ze dat beleven. Hallo. Doe jij het koffie met gebak? Ja, dat zie ik op het bord staan met een bakkertje ervoor van een warme bakker. Ja, wij doen het item Ons Dorp, of Mien Dorp, voor Grandioos Groningen. En ik was eigenlijk wel nieuwsgierig hoe grandioos jij bent. Van, je loopt daar met een paar kopjes en zo. Is het al druk? Nou, het is een beetje te warm voor het terras nu eigenlijk. Ja, ja. Ja, dus, maar ja, we hebben al wel wat koffiedrinkers gehad hoor. Maar ja, ja, 's middags is het vooral niet zo druk op het terras, omdat het nu gewoon te warm is. Dus ja. Dus het is nog wel vol te houden, zeg maar. Ja, wel, hoor, zeker. Vooral binnen hebben we de airco aan. Dus nou, binnen is het te doen, gelukkig voor ons. Dus dat scheelt. Oh, oké. Okay. Zullen we binnen kijken dan? Ik zal even binnen kijken. Nu we er toch zijn, zeg maar. Ja. Dag mevrouw. Bent u de bakkersvrouw? Nee. Niet? Nee. Oh. Op het moment niet aanwezig. En wie bent u dan? Ik ben Jantje Kruijzen. Jantje Kruijzen, en u bent gewoon hier de winkel bedienen? Ja, aan het werk. Ja. En bevalt dat een beetje? Ja, prima. Ja? Ja. Doet u dat al lang? Ja, al bijna 25 jaar. Oh, dat is al heel lang. Ja. Ja. Wat is dat meest verkochte brood? Nou, eigenlijk loopt alle brood wel. Maar ja, met name tarwe en vijverkoren en meer granenbroden komen steeds meer. Meer granenbrood. Ja, en de speldbrood, de Groninger speld, de speld natuur. Goeiedag, bakker. Mooi. Ik wil natuurlijk dat bakker zat hier overal op stoorn, smurks. Klopt dat? Ah, ja, dat is maar uit bekeken natuurlijk. Ik wil hier om 3 uur of? Ja, iets eerder. Nog eerder? Ja, mooi. Blijf het, mooi. Maar dan mag je toch al overal gaan beren? Ja, ik sloop 2 keer op een dag. Serieus? Ja. Ik ga straks helemaal beren, even 1,5 uurtje. Mm-hmm. Dan sloop ik ook direct. Ja, hè? Ja, en ik ga soms breder op beren, dus. Maar goed, ik heb een beetje minder sloop trouwens, maar staan er mis, denk ik. En wat vind je toen het leukste om te doen in Asbakken en al die jaren nog? Brood. Ja, brood? Brood, ja. Gewoon broodbak? Mijn bakker besteed ik u. Okay. En mijn personeel, laat ik het zo zeggen. Ja, ja. Ik ken het wel hoor, maar het is nooit mijn ding. Nee. Ga je een bakken ook met pensioen? Op nu? Ja, in principe geldt het voor iedereen natuurlijk, maar ja. Daar ben ik nog niet mee bezig hoor. Nee. Ik ben nog wel dingetjes van plannen en zo, dus daar ben je nog niet bezig met stap. Bucketlist, natuurlijk, dingetjes. Nou joh. Nee, die frisier, dat soort dingen, bro, dat is een beetje meer bedrijfsmatig. Ik word voor branduren of nood met, en over hem. Ja, het ligt er aan, gaat u je mond rol natuurlijk. Hè. Dus, maar ja, dan moet je middelen maken. Dat is wel een middel, een kiek. Kiek voor de broodbak wordt. Die bakken we onze haardbroodjes in, zeg maar, op de stenen vloer. Zeg maar. Oké. Okay. Ik heb een beetje een idee hoe diep dat is ongeveer. Oh jeetje, mooi hè. Het is een attractie. 1,80 meter. Zo, kist een keer leeg, ik ben al 1,80 meter. Ja. En wat doen we daarachter? Dus dan liep dat lift. Dat is een rotatie. Wat voor een ding? Rotatie? Dus schroef je nou de kar in op dat systeem. Oh, ja, wat zie je? En dan, als ik hem dicht, dan draai je het rond. Oh? En wat is de bedoeling van? Nou, als je een hele kar gewoon maar aanbrengt, dan moet je niet al die plootjes apart hè, in de schoen. Dat is efficiënt. De kar en dan trek hem ook zo over de rug. Efficiënt en effectief. Dan wens ik u nog heel veel succes. En als hij naar je opkomt, dan mag spreek hem belden. En dan kom ik met mijn film. Dat zal nog lang duren, denk ik. Dat is goed. Nou, we gaan weer wieder kijken, nee? Ja, dit is wel een leuke opening van ons verder. We hebben een speciale gast. Dus dat bedrijfsbureau? Was kiek, wel, dus ja, ik dacht dat Henk Bleker langskwam, maar ja, dat is een ander team. Ik zou doen Rob Mulder. Hoor. Dit was de minister van persconferenties en zo, wat ik veel, dat soort dingen. Dit is jullie eerste keer, hè? Ja, en ik denk, nou ja, ontbijt begint. Ja. Daar begint ook je meer ontbijt. Ja, nee, ik denk, nou, dan begint gewoon bij de bakker. En wie hebben de ovenzorg van 1999? En wie hebben een rotatieovenzorg? Nou, ik had er nog nooit van uur. Ik denk, als er iets roteerde, moest ik aan de magnetron denken. Dus voorin, dan ga ik draaien, ja. Maar ze hebben kermis zelfs. Ja, dus, nou ja, ik moest ook inderdaad een kermisattractie denken. Ja, klopt. Was zo duif of die opens bent? Nu is het in Ling. Dit is een soort mortuarium voor brood. Oh, in de Rijn 80. Ja, nou, heerlijk. Dat is echt bijzonder. Is er ook een spinnenwebje voor de camera, een huisje lang? Oh, ja? Ja, een spinnenwebje voor langs. Ja. Nou, wel schoon, natuurlijk. Ja, natuurlijk.
schone beelden, hè? Hij doet dat ook. Ik roek zo'n bepaald geurtje. Ik denk van barbecue, ham, iets in dat trend. Ik denk van vlees. 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 Verdikke, ja. De slager. Hallo. Waarom je koffie lekkers bij de slager? Ik heb gehakt gekocht en verse worst. Oké. En kipsnitzels. Leuk zaakje hier. Is dat allemaal achter plastic? Ja, dan liefst ik worden marketing worden allemaal. Wel, hè? Ja, precies. Ja. Maar ziet er leuk uit, ja. Vlees hier. Ja. Dankjewel, hè. Ja, dat maakt ons. Precies, dag hoor. Ja, mooi hoor. Laat het smaken, hè. De slagerij in een dorp als ons verder maakt natuurlijk wel iets wat bijzonder, hè, denk ik. Van, dat is de kleine winkeltjes gewoon aan meer weg. En, ja. Dan wil je nog zien, hoor. Ja, toch? Ja, zeker. En is dat een beetje met de nostalgie of de traditionele kant van de mensen die hier wonen te maken? Dat ze toch nog een beetje die oude... Ja, het is niet alleen met dit dorp, hè. Wat bedoel je? Er komen ook nog wel mensen ergens anders hier, hoor. Ja, hè? Wordt echt wel van verder weg opgesteld. Hmm. Ja. En van verder weg? Waar is het dan verder weg? Nou ja, hoor, dat mijn klant weg. Ja, Stadsknal, Winschoten soms. Winschoten zelfs? Je gewoon uit naar Winschoten, maar dan komen ze allemaal hier. Ja, maar nu het Winschoten misschien ook wel mensen, bedden en zo, allemaal... Maar dat maakt me toch nieuwsgierig. Dan denk ik van, er winnen toch mensen die dan op de een of andere manier iets speciaals hier kopen dat je anders niet te koop bent. Ja, dat denk ik. Wat mocht dat? Heb je nog nooit zo'n enquête of zo onderrol? Nee? Gaan we een totaalplaatje? Ja. Een totaalplaatje? Ja, service. Ja. Ja. Wat zeg ik, dat valt wel. Dat valt wel fijn hier als die beesten. Zonder hapjes en zo. Ja, ja. Veel hapjes halen. Okay. Ja. Nou, succes met alles. Ja. Een leuke slagerij, kan jij zeggen. Ons werd het een hooi slager. Ja, niks mis mee. Nou. Hou het hoofd koel, maar dat lukt hier wel wanneer. Kom eens aan. Ja, het is hier heerlijk. Wie gewoon weer wieder kijken of minstens nog meer in ons werden hier wat spannends beleven. Dag. Doei. Doei. Ben je wel eens in New York geweest? Uit New York shirt, hè? Nee, ja, maar dat is jouw aan, hè. Omdat dat tweeën, hè. Oh, dus voor tweeën? Ja. Ze zegt toch altijd, dan moet je toch wat wit zijn dan. Ik heb ook een zware shirt, dat trekt warmte. Ja, dan kijk ik wel eens, zo dan, want ik heb hem weer een buik, maar dat kijk ik niet. Net heb ik nog mijn dochter geweest. Ja. En jouw dochter woont hier? Ja, dat is gewoon zo ook. Oh, en daar heb ik net nou op zijn dat meegebracht. Dus ja, ik zie wat van. Dat is voor spierzakken, voor die jong. En dan, ik heb zoveel bier dat. Ik drink geen bier, hè? Nee, maar wel bier dat. Ja. Dus ik heb een partij bier gebracht en dan kwam hij in een kist te staan en dan is dat voor die actie. Goedendag. Goedendag. Ik hoorde boeten dat er iemand met dorpenverzameling toestand was of zo. Vertel eens. Ja, we zaten nog in RTV Notenkijk en toen zagen we Jeroen erop met zijn site. En dat was de arts die elke op een flesje bier dronk en de dorpen aan Jeroen schonk. En toen dacht ik, doe maar wat met nou. En waar rolt dat nou in? Want die mensen die kennen een dorp. Dat is eigenlijk een Huntington. Dat is eigenlijk een spierziekte. En wordt dus eigenlijk op een gegeven moment heel langzaam achteruit gehast. En eigenlijk een onwaardige dood is. Het sprak me van vooraan. En ik heb mijn bier dorp weten en dat wordt dan afwogen. En dat geld stuurt me dan aan de UMCG. Hey. Oh, dus het is eigenlijk gewoon de Easy-prijs. De Easy-prijs. Wat we kriegen, zeg maar. En dat stuurt me dan. Noord UMCG. Nou, mooie actie. Ja. En de schoonverkoop gaat ook gaan, zou ik wel. Nu is nog genoeg in de winkel. Ja. Gewoon aan, mooi deur. Ja. Nou, succes. Gewoon weer down. En bedankt. Laat mooi deur. Jo, hè. Succes, jongens. Hoi. Nou, de weg Aberland biedt de co-op. Op de enige supermarkt van ons verder. Maar eet niet eens nou, met deze verhaapte. Ik bedoel... Een beetje licht artikel, die nooit alles vol van. Salaris. Ja, waarschijnlijk. Mevrouw, je hebt boodschappen binnen? Ik wel. Ja. Brood en iets groens en appels zie ik. Ja. Ja. En dat doet u allemaal op de fiets? Ik wel. Ja, maar goed. Dat is gezond. Ik ben wel benieuwd wat u gaat eten vanavond. Oh, ik ga een stukje vis eten. Een stukje vis? Ja. Oké. Okay. Vis. Groente erbij, zalmpje. Zalmpje, oh ja. Ja. Oké. Okay. Nou, eet smakelijk alvast. Hetzelfde, hè? En bedankt, hè? Ja, gezond blijven, hè? Joe. Dag. Oh, schrik me dood maar, gekke honden. Het is lang 4 uur geweest. Ja, kijk, daar hebben ze al verstaan, zus, hè? Die heeft ook wat raar. De strappel om de nek zit. Ja, het best. Volk! Hier zit minstens gezellig weer de recreatieruimte. Dag mevrouw. Dag. Gewoon heen? Wat krijgen we voor lekkers? Je krijgt bloemkolen. Ook met een papje?
Denk ik wel, maar helemaal waar. Een beetje neuk bescoort erop zijn. Gaakballetje erbij. Gaakballetje erbij. Ik vind het wel lang een vraag zo langzaam. Als ik je zei, dan denk ik, oh, ze zijn er wel hongerig goed. Dag meneer de kok. Dag. Wat heb je gemaakt? Bami eten. Ja, maar ja. Behalve voor die mevrouw. Maar die krijgt ja, die krijgt wat anders. Die krijgt van hiernaast. Oh, je krijgt van hiernaast. Van de Chinees. Van de Chinees die alleen maar bloemkool eet. Ja. Gele bami of witte bami? Ja, geen idee. Wat is het? Astabra is het ook wel zwaard. Ja, zo lust ik er ook wel aan. Hallo. En waarom eet niet naar gewoon toes, hè? Smeurs mag wel boven en even een dagfabriek zeg maar. En soms een uur of vijf waar we in huis brachten. Okay. Ik ben in Porto in de week, zeg maar. En dat is voor veel YouTube's? Beter voor de vrouw, dat kan hij ook even denken, nou. Kan hij ook even... Dus een soort om het huwelijk een beetje langer stand te worden, nou, zeg maar. Zo dat is het ook eerst wel bekeken, ja. Dat is waar ik het ook nog bekeken. Ja. Nee. Om een beetje de ruimte te geven. Ja. Dus vreug je een beetje op een baby? Dan, Ja, zeker, maar... Ja. Het is altijd maar weer over, maar we kringen. Ja. Nee, laten ze het maar op tol van zeggen. Nou, je bedoelt, het duurt wel. Wat zit nou, hè? Ik zit er zo bij honger van. Dat was wel een mooie koor. Ja, dat was wel een mooi koor. Nou, begonnen we nou hier? Waar is mij nou hier in beeld? Nou, jullie willen ons weer aanbassen, zeg maar. Dat vond ik gewoon een vrouwbaar en aanbassen. Spek dik. Ja, spek dik, spek dik, dat hebben we toch meer rollen. Nee. Dat doen ze nou ook. Nou, we gaan eens kijken, ik ben benieuwd hoe ze me inbrengt. Nou. Is aanbaks hoeveel we nou ben? Ja, ik vraag die nu al, wat zou ik gaven? Nou, weer, maar dat wist ook nooit, hè? Ja, ik ben wel ook nieuwsgierig. Het is een discovery. Oh god, ja, we moeten nog rechts. Nou, dit is wel bodembedrijf, hè? Kijk, zelfs een rail met wat ik veel wat er allemaal is voor... dat is echt ouderwets hier. Ja. Hallo, dames. Dag, heren. Ja. Dag, Donnie. Wie stond hier nou en ze kunnen hier nou de stoepen, dan wie gisteren en eergisteren bakt hebben en de spekdikken eergisteren en gisteren op bestelling wanneer nou afvalt. Maar dat is toch meer rollen na, je gaat dan naar spek en dikken eten midden in de zomer, het is juist mooi uit. Ja, maar zo lekker winnen ze. We hebben in juni hebben we dit al aan en er was enthousiasme zo groot dat we hem zegt, we doen het in augustus nog een keer. En dat loopt als een tlaar? Het loopt als een tiedel hier. Ja? We hebben gisteren en eergisteren dan bakt. 1000 broden en 5000 spekdikken. Die zal ze maar opwekken, man, eigenlijk. 5000 spekdikken. Ja, oh. Dan is het tot in december toch niks weer hebben. He? Oh, met een dingje zwoer. Dat staat er. Die hebben maar een kilo, ja. Nee. Waar voor je geld, hè? 5 euro. Ja. 4 euro, 5 ja. Kilo. Ja, met rozijnenbol. Rozijnenbol. Ja, dus de tarwe rozijn en dat is de witte rozijn. Dat is wel lekker. 5 euro voor een kilo stoeder, zeg ik. Ja, precies. Nou, ja, dat is ja. Maar de eerste volgende kans is waarschijnlijk weer met rollen naar. Eind december, ja. Dus zou vermoedelijk wel in de over vuur die tijd wel weer wereldkundig maken. En vermoedelijk, zeker is dan dat, maar ik denk wel dat het op dezelfde manier als dit gaat, want het werkt al netjes, ook voor de mensen in Zeeuwen-Nijt. Anders komen ze, ja, als er dan jongens 20 mensen aankomen, zomaar, en de ene die wil vattig spekdeten, dan moet er vattig bakt worden op dat moment. Ja, nou, de stoeten, dat gaat ook broks gewezen, maar... Wat een organisatie zo, wat een happening, toch? Ja. Dus het moet wel heel, ik heb nog het is wel heel gouden. In een concert volgens mij, als ik dat zo'n beetje nodig. Dus ik joh je brood en dan klopt ook alles al. Dus ik bedoel, ja. En over wie is het nou dit? Want ik zou nou, ik tel nog wel weer vijven. Ja, wie ben meer als gezelschap voor die dames? Anders ben ze zo aloind natuurlijk. Oh ja, natuurlijk. Ja. Die dames die zeggen dat het afleverd wordt en voor de incasso, zeg maar, dat regelen die allemaal. Mooi puntje erom. Gaven. Wat is dat? Een korenschoof. Zie je over? Korenschoof. En daar zit daar heb ik nog veel meer in de waren. Ja, daar was het ook niet. Nee. Het koren, dat wordt dan ook met de combine afgevuld. Ja. Vroeger gebeurde dat met een zelfbinder, door met die mulden wel door staat. Ja. Dat is zo'n zelfbinder. Die holt dat maar de trof. Er komen schoon, zulke bundels van met een touwtje erom. En die worden in de hokken op velden ingezet ook. Nou, het ontzettende woord is eigenlijk een gave. Nou, is toen die bestelling al binnen? Ja, nou dan zeg maar zeker, tot de volgende sessie. Dan, precies. Wat heb je toch? Hij betoelt met Chicky. Ik betoel Chicky. Is dit hem? Oh, dit is alles ook. Dit is die bestelling ook. Oh. Hey, doe niet naar je Chickies. Zo stonden we dan aan de, ja, en een van de campings die ons verder ook riek is. Historisch, rijk als ons verder is, met al het verleden en zo. Het is ook een hele moderne gemeenschap natuurlijk, met kampeerplaatsen op streek. Nou, hier stonden ze allemaal een hoop partij van die campers.
En hier sloeten we deze ons dorp, of mijn dorp, wat was het ook alweer? Mijn dorp, hè? Mijn dorp, ja, niet dien dorp, maar mijn dorp. Sloeten we af voor de eerste keer. En, is het een beetje bevallen, Naaike? Ja hoor, ja? Ging hartstikke mooi, Ger. Ja, ik vond het wel warm, maar ik vond het ook hartstikke leuk. Ik heb eigenlijk heel veel naaie indrukken op Doorn, mocht ik zeggen. Ja, tot de volgende keer. Tot de volgende. Mijn dorp. Mooi. Mooi.